Maar het feit dat die kinderen krijgen waar ze recht op hebben, wat ik vind dat ze verdienen, en niet alleen ik natuurlijk, ja, dat is wel uiteindelijk waar je het voor doet. Het werken met mensen, het omgaan met mensen, en dan misschien juist wel mensen die niet dezelfde kansen hebben in de maatschappij. Het idee dat ik daar iets voor kan betekenen en dat zij er net zo toe doen als ieder ander. Daar word ik blij van. Het feit dat ouders vanuit een put weer gaan sprankelen en weer zien dat ze weer die draagkracht hebben om er zelf iets mee te kunnen. Dat is dan weer op een heel ander vlak een geluksmoment. Ik sta niet boven ouders. We gaan er echt naast staan en kijken wat werkt voor jou. Wat vind jij prettig en waar wil jij aan de slag? Ik ga niks opleggen. Ik was 19 toen ik hier ging werken. Ja, ik denk dat dit toch wel een beetje, hier ligt wel een beetje, ik lig hier gewoon een beetje, ja. Ik hoor hier denk een beetje. Ik ben op weg naar de trein, bij Utrecht Centraal, waar ik mijn collega ga treffen, omdat we vandaag naar een congres gaan. Congres LVB, communicatie en interactie. LVB, licht verstandelijk beperkte doelgroep. Dus ik ben heel benieuwd wat ik allemaal ga horen. Ook dit is een onderdeel van mijn werk. Ik heb heel veel studies gedaan, trainingen, cursussen. Altijd ben ik gesteund door Ipsen de Brugge. Die hebben altijd al betaald en gefaciliteerd in tijd. En, nou, daar ben ik ook wel heel dankbaar voor. En dan denk ik, ja, dat maakt ook wie hier nu zit. Ik heb wel mijn HBO, mijn post-HBO op zak. Onder andere door Ipsen de Brugge. Het feit dat iedereen lekker netjes warm in bed ligt. En de slaapkamers zijn opgeruimd en de keuken is schoon en ik trek de deur achter me dicht op tijd. Dat kan een heel groot geluksmoment zijn. Een jongetje van anderhalf met Down-syndroom op mijn nek vliegt en me helemaal vol kwijl afkust op mijn wang. Dan kan dat net zo'n groot geluksmoment zijn.